de Heilige Geest in de levens van Saul en David. En we lezen uit het woord van God. We hebben wel wat bijbelteksten, daarom lees ik er soms wat sneller doorheen. Maar je kan altijd de boodschappen terugluisteren op Maasbach TV, ons YouTube-kanaal. En dan kan je in de rust, want dan kan je ook stopzetten. Dan kan je de bijbelteksten nog een keer op je gemak doorlezen om zelf wat zelfstudie te doen. Als ik toch boodschappen breng zoals dit met een wat diepere betekenis. Psalm 51, vers 9, luister wat David zegt. Hij zegt, o Heer, wilt u mij met hyssop de zonde van mij afwassen? Dan zal ik helemaal schoon zijn. Als u mij wast, dan ben ik witter dan de sneeuw. Wilt u mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn te neergeslagen. Maar u kunt mij weer oprichten en u laten prijzen. Let niet op mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. Geeft u mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Stuur mij niet van u weg en laat uw heilige geest niet van mij wijken. Het Oude Testament, David, o God, laat uw heilige geest niet van mij wijken. Deze woorden van David geven eigenlijk een uitdrukking van Davids relatie met de Heilige Geest. Anders zou hij nooit bidden, o God, laat uw heilige geest niet van mij wijken. Hij had daar een relatie mee. En op die achtergrond speelt dat verhaal van David en Bathseba en zijn zonde daarin. De meesten kennen dat verhaal wel. Waardoor eigenlijk de zegen van de Heilige Geest uit zijn leven verdwenen was. Want hij leefde daar in geheime zonde. Niemand die het wist. Hij had het verborgen gehouden meer dan een jaar lang. Geheime zonde, maar de zegen van de geest was weg. Daarom voelde hij zich zo. In dit donker uur van zijn leven huilt David. En hij roept het uit tot de Heere. In vers 13, stuur mij niet weg, o God. En laat uw heilige geest niet van mij wijken. Een totaal ander beeld is dat van koning Saul. Want we hebben het over de Heilige Geest in de leven van Saul en van David. Deze twee levens laten elk een ander beeld zien van twee tegenovergestelde karakters. En hoe de Heilige Geest daarmee omgaat. Hoe de Heilige Geest daarmee dealt. En hierdoor krijg je ook een duidelijk beeld van twee verschillende uitkomsten. Twee verschillende resultaten. Vandaag precies hetzelfde. Andere karakters. De Heilige Geest dealt anders met de ene dan met de ander. En krijg je ook verschillende resultaten. Nou, 1. Saul. Daar gaan we het even over hebben. Saul. De Bijbel die geeft ons een duidelijk voorbeeld, of eigenlijk een beeld van Sauls roeping. Hij had een roeping. En hoe de Heilige Geest in het leven van Saul werkzaam was. 1 Samuel 10 vers 1. Luister hoe de Heilige Geest werkzaam was in het leven van Saul. Daarop haalde Samuel een kruikje met olie tevoorschijn en goot de inhoud over Sauls hoofd, kuste hem en zei, ik doe dit omdat de Heere u heeft aangewezen en gezalfd heeft als koning van zijn volk Israël. Wanneer je straks hier vandaan gaat, zul je twee mannen aantreffen bij Rachels graf in Selsa, op de grens van het land van Benjamin. Ze zullen u vertellen dat de ezelinnen zijn teruggevonden en dat uw vader ongerust over u is en zich afvraagt hoe hij u weer terug kan vinden. Als je daarna bij
de eik van Tabor komt, zult u daar drie mannen ontmoeten die op weg zijn om God te aanbidden in Bethel. Een van hen zal 3 bokjes dragen, een ander zal 3 broden bij zich hebben. En de derde zal 1 fles wijn bij zich hebben. Ze zullen u begroeten en 2 broden aanbieden. Die moet je aannemen. En na die ontmoeting zult u een groep, luister, profeten tegenkomen uit Gilbia. Ook wel de heuvel van God genoemd, waar de Filistijnse garnizoen ligt. U zult hen van de heuvel naar beneden zien komen. Samuel tegen Saul. Voorafgaan door muzikanten met harpen, fluiten, tamboerijnen en citers. Zij zullen al lopend profetieën uitspreken. Op dat moment, luister, de geest van God over Saul. Op dat moment zal de geest, de heilige geest van de Heere, met grote kracht over u komen. Zodat u samen met hen gaat profeteren. En u zult zich voelen en gedragen als een ander mens. Oh, halleluja. Als de Heilige Geest op je komt, zal je je gedragen en voelen als een ander mens. Vanaf dat moment moet u beslissingen nemen. Luister, je moet beslissingen nemen op grond van wat u het beste lijkt onder gegeven omstandigheden. De Heere, die zal dicht bij je zijn. Die laat het. Er zijn momenten dat de Heer het aan jou overlaat om beslissingen te nemen die op dat moment de juiste zijn. Ga daarna naar Gilgal en wacht daar 7 dagen op mij. Dat is belangrijk. Dan zal ik bij u komen om de brandoffers en de vredeoffers te brengen. En daar zal ik u verder aanwijzingen geven. Nadat zij afscheid hadden genomen en Saul op weg ging, en gaf God hem een nieuw innerlijk. En alles wat Samuel had geprofeteerd gebeurde op diezelfde dag nog. En toen Saul en zijn dienaren in Gibea aankwamen, zagen zij dat de profeten op hen afkomen. En de geest van God kwam over Saul. En hij begon ook te profeteren. Je ziet hier een beetje een lang stukje, maar het is belangrijk. En daarom zeg ik, lees het voor jezelf op je gemak nog na. Je ziet hier hoe de Heilige Geest op Saul komt. Over Saul komt. Zodat hij kan dienen. Zodat hij kan profeteren. Zodat hij kan overwinnen. Zodat hij kan regeren. Zodat hij de goede beslissingen kan maken op de momenten die hij moet maken. En daardoor had Saul Gods kracht door de Heilige Geest om God te aanbidden en om voor hem te werken, om voor hem te arbeiden en om dat op een goede manier te doen. Maar hij had de Heilige Geest niet voor zijn persoonlijk karakter, niet voor zijn persoonlijke ontwikkeling, zijn geestelijke ontwikkeling. En hier schuilt echt een groot gevaar, ook voor velen vandaag. Als je de Heilige Geest alleen maar nodig hebt om je dienst voor God te vervullen, om voor hem te werken, en misschien was het hierom wel waarom Saul zo gruwelijk de mist inging later, waar we het nog over zullen hebben. Want Saul had geen diepe innerlijke, persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Hij had dat niet. Dat wil zeggen, de kracht van Gods geest, die kwam alleen maar over en op Saul, als hij met andere profeten samen was, die de geest van God wel had. Die de geest van God wel in zich hadden. Maar nooit uit zijn eigen binnenste. Nooit van zichzelf uit zijn eigen binnenste. En daardoor was het eigenlijk altijd heel belangrijk in wat voor atmosfeer Saul vertoefde. En laat ik je vertellen, dat is vandaag precies hetzelfde met heel veel christenen. Belangrijk in wat voor atmosfeer jij vertoeft, waar jij onder verblijft.
Laat dit even bij jou bezinken. Net als met Saul. Ben jij misschien iemand waarvoor het heel belangrijk is met wie jij samen bent. Wat voor soort mensen Saul om zich heen had. Wat voor soort mensen jij om je heen hebt. Als je mensen om je heen hebt die God dienen, lief hebben, volgen, gehoorzamen en hun hele leven en alles geven, dan ben jij ook zo, omdat hun zo zijn. En als jij omgaat met allerlei vrienden die de Heer niet trouw dienen en met de pet nagooien, dan begin jij dat ook te doen. Nooit vanuit jouzelf, omdat je geen persoonlijke relatie hebt met de Heilige Geest. Je bent altijd afhankelijk van anderen om je heen. Hoe anders was dat met David? David had een hele diepe en persoonlijke ervaring met de Heilige Geest van God in zijn binnenste. Waardoor zijn hart vol was van de Heilige Geest. Waardoor zijn mond weer overliep van dat wat in zijn hart was. Dat is ook een teken. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, is een spreekwoord. Saul had in ieder geval een geweldige start van zijn bediening. Met de kracht van de Heilige Geest in zijn leven. Saul had alle kansen om een grote koning te worden. Jij hebt alle kansen om werker, een licht te zijn van God in de duisternis. De kerk heeft dat vandaag ook in ons Nederland. Alle kansen. De meest geweldige dingen voor de Heer God tot stand te brengen en te doen. Ja, die heb jij. Wie je ook bent. Wat je afkomst ook is. Maar helaas eindigde Saul in falen en teleurstellingen. En zijn koninkrijk, die werd door God van hem afgescheurd. En hij stierf samen met zijn drie zonen op dezelfde dag. Het einde van Saul. Hoe kwam dat nou? Hoe kon dat nou? Hoe kwam dat nou? Het begon allemaal met de test om te wachten op God. Hele belangrijke test. Samuel die had Saul een opdracht gegeven en gezegd dat Saul 7 dagen moest wachten. Dat hebben we net gelezen. Wacht, zei hij tegen Saul. Wacht. Over 7 dagen zal ik komen. Dan ga ik het offer brengen wat eigenlijk alleen de profeet mocht doen. Dan zou samen wel komen. Het was belangrijk dat het offer werd gebracht voordat Saul zou optrekken tegen de vijand. Om God te raadplegen, te betrekken. Saul, hij wachtte 7 dagen, maar hij werd ongeduldig. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga dat offer zelf brengen. Saul was nog maar net klaar met het brengen van dat offer. En daar kwam Samuel. 1 Samuel 13 vers 8 zegt. Samuel had Saul eerder gezegd, dat hebben we net gelezen, dat hij 7 dagen op zijn komst moest wachten. Maar toen hij niet kwam, en soms moet je op de Heere wachten, en toen hij niet kwam opdagen en Sauls leger steeds verder slonk, besloot Saul het brandoffer en de vredeoffers zelf te brengen. En net toen hij het brandoffer had gebracht, verscheen Samuel. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samuel vroeg, wat heb je gedaan, man? Saul antwoordt, ja, ik zag dat steeds meer van mijn mannen mij in de steek lieten. En dat u later arriveerde dan dat u had gezegd. En ondertussen liggen de Filistijnen in Michas en ze zijn klaar om aan te vallen. En ik dacht bij mezelf, luister, dit is altijd de fout waar je foute beslissingen maakt. Ik dacht bij mijzelf. Ik dacht bij mijzelf.
En wij moeten allemaal beslissingen maken. En op het juiste moment moet je de goede beslissing maken die de Heilige Geest jou ingeeft. En niet wat jij zelf denkt. Ik dacht bij mezelf, de Filistijnen zijn klaar voor de strijd. En ik heb nog niet eens de hulp van de Heere gevraagd. En toen voelde ik mij gedwongen het brandoffer te brengen zonder op u te wachten. Je hebt dwaas gehandeld, viel Samuel uit. Dommert, stommeling, geef het een naam. Nou, moet je eens kijken als ik dat vandaag zou zeggen tegen mensen in onze maatschappij, in deze tijd. Je bent ongehoorzaam geweest aan het gebod van de Heere, jouw God. Hij was van plan, God was van plan, jouw koningschap vergoed op je nakomelingen over te laten gaan. Maar nu zal er voortijdig een einde aankomen, want de Heere wil alleen een man die hem gehoorzaamt. En hij heeft de man naar zijn hart al gevonden en hem benoemd tot koning over zijn volk, want jij hebt het gebod van de Heere niet gehoorzaamd. En na die woorden verliet Samuel Gilgal en begaf zich naar Gibea in het land van Benjamin. En toen Saul de soldaten telde die nog over waren gebleven, kwam hij slechts tot 600 man. Nou luister, misschien is wat Saul deed in de ogen van mensen maar een klein dingetje. En dat denk ik. Maar in de ogen van God was het heel erg belangrijk. Lieve mensen, het zijn juist de kleine dingen in jouw leven waarin duidelijk wordt dat je God gehoorzaam zal zijn of niet. De kleine dingen. Kleine beslissingjes die jij maakt in jouw leven, in je huwelijk, in je gezin, voor de gemeente. Ik zou het zo willen aanhalen, maar ik wil verder met de boodschap over bepaalde beslissingen die Gods kinderen nemen en dat ik denk, je maakt de verkeerde beslissing. Je kiest het verkeerde deel. Je kiest voor net het verkeerde in je leven. Je denkt daarmee een goede beslissing te maken, maar je kiest het verkeerde. Je doet het verkeerde, je kiest het verkeerde. Het lijkt klein, maar in de ogen van God is het groot en belangrijk. Eén moment van ongehoorzaamheid kan gevolgen hebben in je leven. Kijk maar naar Adam en Eva aan de Hof van Eden. Het hele menselijk ras is Adam in zijn rebellie gevolgd. Want dat is eigenlijk waar het vandaan komt, lieve mensen. Als je de lijn doortrekt, je gaat dieper, kom je eigenlijk op rebellie. De Heer heeft jou iets gezegd te doen, iets gegeven te doen, whatever, een plaats gegeven. En je maakt beslissingen en je doet dat wat juist God niet wil, is rebellie. Zo was het ook met die ene ongehoorzame handeling van Saul. Want dat openbaarde de ware aard in zijn leven, in zijn karakter. Dat verraadt de ware aard in jouw leven, de beslissingen die jij maakt. Waarvan ik zeg, ik zou dat niet doen. Ik zou net dat andere kiezen. Zie je, er zijn dingen. Het is raar maar waar. En ik kan het zeggen, want ik ben over de 60. Ik heb echt een hoop meegemaakt. Ook in het evangelie, ook in de gemeente. Ik heb velen zien komen en gaan. En er zijn dingen waarvan sommigen, en vaak heeft dat te maken met vroomheid, heel streng in zijn, waarvan ik denk, had dat nou maar lekker even laten gaan. En er zijn andere dingen waar ze dan heel makkelijk in zijn. En dan zeg ik, daar had ik nou net een punt van gemaakt. Mijn vader was ook zo. Het zijn de kleine dingen, de kleine beslissingen die jij in jouw leven, in je huwelijk maakt, waarin de ware aard van je karakter naar voren zal komen en wat belangrijk is in Gods ogen. En als je die verkeerde beslissingen maakt in je leven, in je huwelijk, dan zal je zien dat jij denkt dat het goed is,
Maar uiteindelijk brokkelt het steeds meer af, net als in het leven van Saul. En het rare is dat velen het maar niet willen of... ja, ik wil zeggen willen zien, want het heeft met willen te maken. Waardoor ze maar door blijven gaan op die weg van ongehoorzaamheid. En uiteindelijk blijft er niks van over. En je kinderen zullen de Heere ook niet dienen, waardoor je hele nageslacht de Heere niet zal dienen. Door de beslissingen die je in je leven maakt. Met andere woorden, Saul deed liever zijn eigen wil dan Gods wil. Want als jij weet dat het Gods wil is om iets te doen, dan zou je dat toch doen? Saul wilde liever zijn eigen baas zijn dan dat God zijn baas was. Ja, maar broeder David, ik dien God, ik heb hem lief en hij is mijn baas. Maar aan je beslissingen is dat niet te zien. Aan de weg die je gaat is het niet te zien. En dat werd hier een klein dingetje in de ogen van een mens, in de ogen van Saul, werd dat duidelijk. En niet lang daarna kwam de tweede test. God gaf Saul een herkansing. Dat is ook zo wonderbaar aan God. Hij geeft herkansingen. Hij geeft herkansingen. God is een God van herkansing. Nou, vandaag in die hele cancelcultuur waar wij in leven. Nou, laten we die kant niet opgaan. God gaf Saul een herkansing. Hij zond Saul naar de Amalekieten. Omdat God daar nog een appeltje mee te schillen heeft. Soms heeft God nog een appeltje te schillen met iets wat lang geleden er lag of gebeurd is. Raar, maar waar. De opdracht was heel eenvoudig. Alle Amalekieten ombrengen. Dat was de opdracht. Ja, zo ging dat in dat Oude Testament. En omdat God met Saul was, gaf God Saul een grote overwinning over de Amalekieten. 1 Samuel 15 vers 12 zegt, de volgende morgen, vroeg, ging hij op zoek naar Saul. Samuel. Iemand vertelde hem dat Saul naar de berg Karmel was gegaan. Om een monument voor zichzelf op te richten. Laat ik even daar. Moet je maar over nadenken. En dat hij daarna naar Gilgal was gegaan. Toen Samuel hem tenslotte vond, begroette Saul hem met de woorden, mogen de Heere u zegenen. U ziet het. Ik heb het bevel van de Heere uitgevoerd, zei Saul tegen Samuel. Samuel zegt, maar wat heeft dat geblaat van schapen en geloei van ossen dan dat ik hoor? Wat heeft dat dan te betekenen, vroeg Samuel aan Saul. Het leger heeft de beste schapen en ossen in leven gelaten, gaf Saul toe. Luister goed, hè. Maar, zij gaan dat offeren aan de Heer. Zie je? Je moet alles doden. Ik heb het gedaan, zegt Saul. Samuel zegt, maar wat is dat dan wat ik hoor? Oh, ja, maar dat is goed, maar dat gaan wij aan de Heer geven. Allemaal... En al het andere hebben we vernietigd. Maar Samuel legde hem het zwijgen op. Stil! Hou je mond, man. Luister naar wat de Heere mij de afgelopen nacht zie je. De Heilige Geest werkt, lieve mensen. Die kent de harten van de mensen. De Heilige Geest werkt en wil jou juist vertellen. Hij wil jou leiden. Hij wil je corrigeren. Maar vandaag leven we in een maatschappij dat de meesten willen helemaal niet gecorrigeerd worden. Ze worden boos als ze gecorrigeerd worden. Ze gaan weg met een hoop poeha als God ze corrigeert. Wees blij met een boodschap als deze. Dat betekent God houdt van jou. Dat betekent, God wil het goede voor jou.
Dat betekent, God wil je corrigeren, zodat je niet een verkeerde beslissing maakt. Luister naar wat de Heer mij de afgelopen nacht heeft gezegd. Wat was dat dan? Vroeg Saul, wat de Heer heeft gezegd. Maar Samuel vertelde hem, toen je nog geen hoge dunk van jezelf had, liet de Heer je salven tot koning van Israël. En hij gaf je een duidelijke opdracht. Lieve mensen, denk aan de dingen die God vroeger tegen jou gezegd hebt. Toen je een taak op je nam. Toen je een opdracht op je nam voor de Heer. Toen hij je riep. Toen hij je hier bracht in dit huis. De Heer gaf een opdracht. Ga en vernietig de boosdoeners, de Amalekieten, tot ze allemaal dood zijn. Waarom gehoorzaamde je de Heer dan niet? Waarom was je zo belust op de buit? En deed je precies wat de Heer had verboden? Hè? Je zou vandaag een hele hoop andere dingen daarvan in de plaats kunnen zeggen. Maar ik heb de Heer gehoorzaamd. Verdedigde Saul zich. Zo praten ook velen vandaag. Ik heb gedaan wat de Heer mij heeft opgedragen. Ik heb koning Agag meegebracht en alle anderen gedood. Maar omdat mijn troepen het wilden, vond ik het goed dat de beste schapen en ossen de rest van de buit in Gilgal aan de Heer uw God zouden worden geofferd. Samuel antwoordde, heeft de Heer dan net zoveel genoegen in jouw offers, in je brandoffers en geschenken als in jouw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is hem veel meer waard. Ook vandaag, alles wat je doet en geeft, de gehoorzaamheid is God veel meer waard. Hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar het ook kan zijn. Hij heeft liever dat je naar hem luistert dan dat je hem het vette der rammen offert. Hè? Dingen voor hem doet en geeft. Want opstandigheid is net zo erg als toverij. Een koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Dat is waar je mee bezig bent als je ongehoorzaam bent. Je komt in een betovering dat je het zelf niet meer weet en doorhebt. Omdat het woord van de Heer in de wind hebt geslagen, heeft hij het koningschap van je afgenomen. Ik heb gezondigd, gaf Saul toe. Ja, ik heb het gebod van de Heer en zijn aanwijzingen, uw aanwijzingen niet opgevolgd. Omdat ik bang was voor het volk. En ik deed wat hij mij vroeg. En luister, lieve mensen, ik weet waar ik over praat als ik deze boodschap breng. Ik ben ook op punten gekomen dat mensen weggingen, dat er allerlei zaken in de krant en het nieuws, tv kwamen. Dat ik in het nauw kwam, dat er allerlei slechte dingen werd gezegd. Ik had allerlei dingen kunnen doen, maar ik ben toch de Heer gehoorzaam geweest. Ik ben doorgegaan in getrouwheid. De plaats die de Heer me heeft gegeven. Vergeef mij alstublieft. Maar ga met mij mee om de Heer te aanbidden. Nou komt weer die aard naar voren. Hè? Maar Samuel weigerde. En ik ga niet met je mee. Nee, de dienstknecht van God gaat niet mee. Wanneer je beslissingen maakt die niet naar de wil van de Heer gaan zijn. Omdat je het gebod van de Heer niet hebt gehoorzaamd, heeft hij je verworpen. Je zult niet langer koning van Israël zijn. Toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Saul hem vast bij de zoom van zijn mantel, maar die scheurde af. Samuel reageerde daarom met de woorden, de Heer heeft het koninkrijk Israël vandaag van je afgescheurd en het aan iemand anders gegeven die beter is dan jij. God op wie het vertrouwen van Israël rust, die ligt niet, die kent geen berouw, want hij is geen mens. Saul drong Samuel op aan, ik heb gezondigd, maar alsjeblieft eer mij. Hij was nog steeds met het volk bezig. Eer mij alsjeblieft in de ogen van de leiders en het volk. Hij was nog steeds zijn eer, zijn reputatie voor het volk. Door met mij mee te gaan om de Heere uw God te aanbidden. De ware reden van de ondergang van Saul was dat het hem ontbrak aan volkomen gehoorzaamheid aan God.
Dat wil zeggen, Saul wilde liever... Hij wilde wel gehoorzaam zijn, maar alleen als het in zijn straatje past. En dat is vandaag ook zo heel erg. Gods kinderen willen God gehoorzaam zijn als het in je straatje past. En als het niet in je straatje past, is het niet van de Heer. Niet als het hem wat kostte. In dit geval zijn reputatie. En dan kan je vandaag heel wat dingen voor in de plaats. Ja, ik wil, oh broeder David, ik wil de Heer wel gehoorzaam zijn, maar niet ten koste van mijn baan. Ik wil de Heer wel gehoorzaam zijn, maar niet mijn geld. Niet mijn bezit. Niet mijn familie. Ik wil wat blijven. Nou, maar broeder David, mijn hele familie gaat weg. Dat ga ik niet opgeven. Al mijn vrienden vertrekken. Blijf alleen over. Niet mijn vakantie. Niet mijn huis. Niet mijn mobieltje. Niet mijn tv-serie. Nou ja, zet het er allemaal maar in. Wat je daarvoor in de plaats kan zetten. Ik geef niet mijn vrije dagprijs. Niet mijn weekendprijs. Zo kan je heel veel van die dingen. Het past niet in je straatje. Daarom niet. Maar dit is nou juist precies het grote verschil tussen David en Saul. Dit was waarom David een man was naar Gods hart. David wilde God meer pleasen dan zichzelf. Saul was een man naar zijn eigen hart. Hier kan je het verschil zien tussen mensen die vleeselijk zijn en geestelijk. Hij wilde liever zichzelf pleasen dan God. Dit is wat Jezus zegt in Matteüs 16. Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen, wil je bij mij horen? Kan ik vandaag ook zeggen, wil je bij mij horen, zegt Jezus. Ja, zeg je ja? Dan moet je jezelf niet belangrijk vinden. Je moet je kruis opnemen en mij volgen. Dus ook als het niet in je straatje past. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij verliest, die zal het behouden. Wat heb je eraan de hele wereld te winnen en je leven te verspelen? En wat zou je kunnen geven in ruil voor jouw leven? Ik zal samen met de engelen komen in de schitterende heerlijkheid van mijn Vader om iedereen te oordelen naar zijn daden. Zoals ongehoorzaamheid werd ook een keerpunt in zijn leven. En er komt altijd een keerpunt in je leven als je ongehoorzaam bent. Vroeg of laat. 1 Samuel 18 zegt het zo. De volgende dag overviel de boze geest van God Saul. Opnieuw. En hij ging als een razende tekeer. David die probeerde net als voorheen Saul te kalmeren met zijn harpspel. Maar Saul, die een speer in zijn hand had, wierp die plotseling naar David met de bedoeling hem aan de muur te spiezen om hem te doden. David kon de speer tot 2 keer toe nog net ontwijken en maakte dat hij wegkwam. En toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de Heere hem had verlaten en nu met David was. Wat een verschrikkelijk iets gebeurde er hier in het leven van deze man. Een boze geest met de toestemming van God vervulde Sauls hart. Luister, en dit zie je keer op keer door de hele Bijbel heen, wanneer de mens zijn eigen weg gaat. God geeft zo'n mens over aan zijn vijanden. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 10, dit is allemaal met hen gebeurd. Om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons. Dit is een waarschuwing. Die in het einde van de tijd leven, dat zijn wij. Als je denkt dat jij nooit zo ver zal gaan, hè, zoals Saul bijvoorbeeld, dan moet je oppassen om niet te zondigen. Als jij denkt dat je daar nooit zal komen, dan moet je oppassen dat je niet de verkeerde beslissing neemt, waardoor je wel daar komt. We gaan gauw naar David. 2. David. David had ook zo zijn ervaringen met de Heilige Geest van God. In dezelfde tekst waarin je leest dat de Geest van God Saul verlaten had, lees je over David, 1 Samuel 16.
Terwijl David daar tussen zijn broers stond, pakte Samuel olie die hij had meegebracht en goot die over Davids hoofd. Op dat moment kwam de geest van de Heere over David en vervulde hem vanaf die dag. Samuel keerde hierna terug naar Rama. Maar de geest van de Heere had Saul verlaten en in plaats daarvan stuurde de Heere hem een boze geest die hem depressief en angstig maakte. Ja. Het effect van de Heilige Geest in het leven van David. Hebben we dat gehad? 1 Samuel 18. Ja. David was Sauls speciale gezant en volbracht alle veldtochten van de koning steeds met succes. Daarom maakte Saul hem bevel hebben over zijn troepen. En David werd een geliefd man bij het leger en het hele volk. Hij had succes op succes. De Heere was met David. De geest God stuurde hem aan. Net als bij Saul in het begin. David was niet alleen gezalfd met de kracht van de Heilige Geest om de strijd te winnen. Nee, David had ook de zalving van wijsheid. De zalving van genade. Om op God zijn vertrouwen te stellen. Die heb jij ook. David die besefte in tegenstelling tot Saul dat zijn kracht van de Heere was en niet van zichzelf. Besef jij dat ook? De kracht in jouw leven is niet van jouzelf. Het is van God. Die jou helpt om door moeilijke tijden heen te komen. En dat erkent David ook in 1 Samuel 7. David hield voet bij stuk. Hij zei, ik heb wel meegemaakt dat toen ik de schapen van mijn vader hoedde, dat er een leeuw of een beer opdook die het lam greep. Ik ging hem achterna met een stok om het lam te bevrijden. En toen hij mij aanviel, greep ik hem bij de kaak en ik sloeg hem dood. Ik heb dat gedaan met leeuwen en beren. En ik zal het ook doen met deze heidense Filistijn. Dat was Goliath, hè? Omdat hij de legers van de levende God heeft uitgedaagd. De Heere die mij beschermde tegen de klauwen van de leeuwen en de beren, zal mij ook beschermen tegen deze Filistijn. En tenslotte gaf Saul toe, ga maar je gang. De Heere zal je beschermen. Lieve mensen, het is de levende God die ons beschermt. Levende God die met ons is vandaag. De kracht die David in zijn lichaam voelde als hij ten strijde trok tegen de vijanden, die voelen wij ook vandaag in ons lichaam. Als we te maken hebben met overheden en machten en tegenstand. Het is de kracht van de Heilige Geest. Het vuur van de Heilige Geest. Maar dan moet je daar een relatie mee hebben. Net als met David. Met andere woorden, David was in zijn leven totaal afhankelijk van Gods Heilige Geest. En dat ben jij en ik vandaag ook, maar velen weten het niet. Dit zie je heel duidelijk in het leven van David. Toen de Filistijnen kwamen in 1 Samuel 5. Ik zei toch dat ik wat lees uit de Bijbel. Je moet dat op je gemak nog een keer nalezen. Ik zeg een hoop vandaag. Ik hoop dat je het kunt vatten allemaal. Die Filistijnen arriveerden en verspreidden zich over het dal van Rafaïm. Moet ik de burcht verlaten, zei David tegen God, en de strijd met hen aanbidden? Hij was God aan het raadplegen. Hij was aan het bidden, want hij zat met de vijand, met tegenstand. Zult u hen voor mij verslaan? En de Heere antwoordde, ja, bind de strijd aan, want ik zal u de overwinning geven. Dus verliet David de burg, trok naar Baal-Persem en versloeg hen daar. Dit heeft de Heere gedaan, erkende David. Hij erkende, dit heeft God gedaan. En hij brak als een stormvloed door de vijandelijke rijen. En daarom noemde hij die plaats Baal-Persem. De Heere breekt zich baan, zo heette dat. Onder de zaken die de Filistijnen hadden achtergelaten, waren veel afgodsbeelden. Dit alles werd buitgemaakt door de troepen van David. De Filistijnen kwamen echter terug. Luister, dit is belangrijk. De Filistijnen kwamen terug. Zo komt tegenstand ook wel eens bij jou en mij terug.
en verspreidde zich weer over het dal Rafaim. En toen de Heere, toen David de Heere weer om raad vroeg, kreeg hij het antwoord: val niet van voren aan. Je kan niet zomaar leven omdat je toen zo deed dat je het gewoon uit zichzelf zo weer de volgende keer doet. Je moet elke keer de Heere raadplegen. Elke dag. Val niet van voren aan. Maak een omtrekkende beweging tot de balsemstruiken. En als je door die struiken een geluid hoort gaan van marcherende voeten, je moet luisteren. Luisteren wat God zegt, ook door de boodschappen. En in je persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Niet zomaar doen. Je moet luisteren. Je moet instructies krijgen. En dan moet je aan gehoorzaam zijn. Al is het nog zo moeilijk. Als je dat dan hoort, val dan aan. Dat is het teken dat de Heer voor je uit is gegaan om hen te vernietigen. David volgde de aanwijzing van de Heer op. En hij versloeg de Filistijnen over het hele gebied. Het hele gebied. Hij versloeg het. Lieve mensen, dit was ook de wijze waarop David uiteindelijk zijn plaaggeest van zijn plaaggeest Saul afkwam. Dit was de wijze waarop David koning werd. Dit was de wijze waarop David regeerde. Dit was ook de wijze waarop David die grote plannen maakte om een huis voor de Heere te bouwen. David die leefde zijn leven in de kracht en onder de leiding van de Heilige Geest. Wat een verschil tussen Saul en David. Wat ik vandaag probeer neer te leggen. Aan u te laten zien. In Saul zien we een geest van rebellie tegen de dienstknecht van God. En echt een vertrouwen op zichzelf. In David zien we een geest van gehoorzaamheid aan de dienstknecht des Heren. En een volledig vertrouwen op God. Ja, zelfs ook toen David zo ontzettend de mist in was gegaan. Fout is geweest, gezondigd heb. Begrijp je nu waarom David dit bad? In Psalm 51, waarmee we begonnen. O God, wil u toch met hyssop mij afwassen? Dan zal ik helemaal schoon zijn. Als u mij wast, dan ben ik witter dan de sneeuw. Wil u mij weer blijdschap en vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn te neergeslagen. Maar u kunt mij weer oprichten om u te prijzen. Laat toch niet mijn zonde, let niet op mijn zonde, vernietig al mijn misstappen. God geef me toch een zuiver hart. Een nieuwe geest in mijn innerlijk, die mijn innerlijk standvastig maakt. Stuur mij toch niet van u weg en laat uw Heilige Geest toch niet van mij wijken. Alsjeblieft, Heere God. David zag zichzelf in het licht van de Heilige Geest. Aan de ene kant zo diep gezonken en aan de andere kant wist hij dat God genadig was. Lieve mensen, dit is precies zoals het ook gaat. Als jij een diepe relatie hebt met de Heilige Geest en daar zit iets tussen, daar komt iets tussen, dan voel je, het zit er niet meer, het klikt niet meer, het gaat niet meer zoals het was. Ik heb niet meer die vrijheid, ik heb niet meer die blijdschap, ik heb niet meer die overwinning. Het is gewoon anders. Dat komt omdat er iets tussen zit. Tussen jou en Gods geest. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan jou. Het ligt nooit aan God, het ligt aan jou. Jij moet weer terug. Terug naar het begin, terug naar dat punt. Dat je zei, Heer, hier is mijn leven. Gebruik mij, help mij. Wees met mij, vergeef mij al mijn zonden. Ik wil dat er niets is tussen u en mij, wat u ook vraagt. Ik heb u zo lief, ik hou van u, Heer. Als je dat dan doet, dan doe je hetzelfde als wat David deed. Want David zat niet met zijn reputatie en zijn naam en de mensen om hem heen en zijn kroon. Hij legde het allemaal neer. Hij zegt, Heer, neem het allemaal maar niet uw Heilige Geest. Dat is wat de ware aard christen altijd zal bidden. Heer, alles, maar niet uw geest.
Niet mijn relatie met u. Ik wil niet dat er iets tussen staat. Daarom wil ik niet ongehoorzaam zijn, maar wil ik gehoorzaam zijn. Ik bid dit, Heer, vandaag. Open toch de ogen van de hart van uw volk, van de kinderen Gods, van de kerk, van de gemeente. Laat hen zien, Heere, openbaar door uw Heilige Geest van zonde en gerechtigheid. Laat hen zien wanneer de beslissing die ze nemen niet goed is, of wel goed is, Heer. Zodat er niets tussen ons in zal staan of komen, maar dat ik volledig afhankelijk van u zal zijn. Heere, dat ik blijdschap, vreugde, overwinning elke dag zal ervaren in mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin. Omdat ik in uw wil ben. Omdat ik in uw wil leef. En er is niets anders dan dat. Dan dat ik in vrede met u wil leven. In gehoorzaamheid. Ik en mijn huis. Wij willen u dienen, Heer. In Jezus' naam. Amen. We hopen dat deze boodschap jou heeft bemoedigd. Wil jij de Johan Maasbach Wereldzending steunen? Klik dan op de Geef Online button. Zo help je mee om de wereld te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Blijf connected en abonneer je op ons YouTube kanaal, zodat je geen enkele video mist. Deel dit ook met jouw vrienden en familie. En join ons live elke zondagochtend om 10:30. Bedankt voor het kijken en God bless!